Een van de keerpunten waar de kijkers in de laatste aflevering het meest tevreden over waren, was de terugkeer van Heiko en Ellen. Vandaag verschenen de verhalen over hun liefde het meest in de pers. Nu praten Heiko en Ellen over hun ontluikende liefde en hun relatie met Jasmijn. Ook al is Heiko momenteel in Denemarken en Ellen bij haar vader in Friesland, ze kijken er naar uit elkaar snel weer te zien. We kunnen zeggen dat we verliefd zijn, vertelde Heiko. Volgende week zien we elkaar weer. Daarna gaat het meisje een weekje naar Denemarken, Ellen heeft er zin in. Heiko was echter eerlijk en zei dat het versturen van berichten naar Ellen best lastig voor hem was. Hoewel hij na zijn reis met Jasmijn veel aan Ellen dacht, had hij toch moeite met deze beslissing. Natuurlijk heb ik haar teleurgesteld. Ik wil haar geen pijn meer doen. De melkveehouder besloot er echter toch voor te kiezen, omdat Ellen niet zonder reden een van zijn twee favorieten was geworden. Hij sprong erin en zette de eerste stap. Dit bericht verraste Ellen opnieuw. Ik weet niet wat er in die tijd is gebeurd. Ik had de indruk dat hij bij Jasmijn was. Aan de ene kant voelde ik me meteen heel vertrouwd. Aan de andere kant dacht ik, wat is hier aan de hand? Het is duidelijk dat Ellen's gevoelens voor Heiko nog steeds net zo sterk zijn. Ze stuurden elkaar veel sms'jes en voerden al snel lange telefoongesprekken. De twee praten, lachten en dachten, we moeten elkaar weer in het echt ontmoeten. Het duurde niet lang voordat hun eerste date plaatsvond en sindsdien gaat het goed tussen de twee. Heiko wilde benadrukken dat de stedentrip met Jasmijn minder onaangenaam was dan het op televisie leek. De twee hebben nog steeds een goede relatie met elkaar. Er waren zeker moeilijkheden en het weer was niet goed. Iedereen kon zien dat het niet goed ging. Jasmijn bleef na de stedentrip een weekje, maar ze kwamen er al snel achter dat ze niet bij elkaar pasten. Verder verliep de communicatie met Jasmijn prima.